Ja, dat is met z'n allen, keuren we dat af. Ik ook. Supporters horen niet op het veld. Spelers aanvallen, dat is ondenkbaar. Deze beelden heb je vast al voorbij zien komen. De man gaf een klap in het gezicht van de keeper van Sevilla tijdens de wedstrijd tegen PSV. De supporters van de club willen niks met deze actie te maken hebben. Ja, die maakt zo de naam van PSV in Europa kapot. Dus ja, belachelijk. Eigenlijk vind ik het niet passen, want het is voetbal. Alles kan gebeuren. Maar waarom ga je dan de keeper eigenlijk bestormen? Ik denk niet eens meer aan die wedstrijd, maar gewoon, wat doet hij daar en hoe kan dat? En nou, al dat soort emoties komen op. Ik ben gaan zitten en ik dacht echt, jezus, het is elke keer één incident, maar ja, het houdt niet op. Nou, hoe kun je in godsnaam zoiets doen? Hoe kun je in godsnaam zo de club benadelen? Nee, dit is geen PSV-supporter. Dit doe je niet als je PSV-supporter bent. Ook al wordt de man geen supporter genoemd, het incident zal nog wel gevolgen hebben voor de rest van de PSV-supporters. We maken ons ernstig zorgen over wat dit gaat betekenen voor PSV, hè, voor onze club. Wat UEFA daarmee gaat doen en wat dat dan weer voor consequenties heeft bij eventueel schorsing of een leeg stadion of wat dan ook. Ik durf er eerlijk gezegd niet op vooruit te lopen, maar ik kan me niet voorstellen dat dat UEFA ons in de gelegenheid stelt om wedstrijden te bezoeken volgend jaar. En misschien zelfs erger dat PSV gewoon een jaar niet mee mag doen. En dat zou helemaal triest zijn. Er wordt nog gezocht naar een oplossing om dit soort dingen niet vaker voor te laten komen. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Ik weet wat PSV allemaal aan doet aan veiligheid in het stadion. Ik weet wat wij als supportersvereniging doen bij de uitwedstrijden. We kennen bij wijze van spreken iedereen. Maar als die meldplicht er niet komt, kunnen mensen die een stadionverbod hebben op een of andere manier, slinkse manier, toch binnenkomen. Want bij zo'n meldplicht moet iemand zich verplicht melden op een bepaald tijdstip bij een politiebureau. Dat kan aan voetbalfans opgelegd worden die zich bij een voetbalwedstrijd misdragen. Alleen wordt deze plicht nog niet vaak opgelegd in Nederland. Ik denk dat er misschien politieke belangen zitten, capaciteit van politie, maakt me allemaal niet uit. Maar en aan de ene kant ons als club of als supportersvereniging in een kwaad daglicht zetten, omdat er weer een incident is, maar ondertussen niet de maatregelen nemen die je gewoon voor handen hebt. Het kan gewoon. Ja, dan laat je ons weer eigenlijk ook in de steek. En wat het ergste is, is gewoon dat weer één supporter het verpest voor de overgrote meerderheid van supporters die het wel goed van zin zijn, die wel hun club op een positieve manier willen steunen. En dat moeten we ook duidelijk maken richting PSV, maar ook richting alle andere mensen die weer zeggen van ja, die verrekte supporters, terwijl het eigenlijk bijna niemand is die dit doet. Mocht de veldbestormer toch lid zijn van de supportersvereniging, dan gaan ook zij hem zelf bestraffen. We hebben wel een vermoeden wie het is. Formeel hebben we dat niet bevestigd gekregen, maar op het moment dat we dat formeel weten, dan kan die rayement tegemoet zien.